Link. Steeds meer Nederlanders zwermen uit over de wereld. Zo ook Maartje uit Amsterdam. Zij gaat in India verstandelijk gehandicapte kinderen helpen en ze valt van de ene verbazing in de andere. Om 7 uur gaat de deur gewoon dicht, hier. En dan gaan de kinderen, slapen de kinderen gewoon hier op matjes. De kinderen worden hier gewoon opgesloten. Ze gaat meteen aan de slag en ontdekt nog veel meer misstanden. Hij is laatst hartstikke hard geslagen. Daarom haat ik die man. Maartje van den Brand is mensendiektherapeut. Vandaag is het haar laatste dag, want ze heeft haar goedlopende praktijk verkocht. Ze gaat voor een jaar naar India. Ik ga werken in een weeshuis voor verstandelijk gehandicapte kinderen. En deze kinderen, als het goed is, zijn het er een stuk of 15 die daar zitten. En deze kinderen krijgen nog niet of geen begeleiding. En als het goed is, ga ik dat dan proberen te doen als ik daar ben. En daarnaast ook de kinderen hopelijk ook een beetje fysiotherapie te geven. Amsterdam. De mooiste stad in Nederland. Amsterdam. De mooiste stad in Nederland. Amsterdam. Maartje heeft al veel ervaring met verstandelijk gehandicapten. Ze was al eerder vrijwilliger in Indonesië. En in Nederland is ze mentor van een groep gehandicapte jongeren die in een woongroep leven. Vandaag neemt ze afscheid van 2 van haar oogappels. Ze heeft een cd met hun lievelingsmuziek meegenomen. Mooie kamer hoor, hé. Die is voor jou. Ja. Daar moet je wel heel voorzichtig mee zijn. Heb je nog een cd-speler? En dan, hoe doe je hem, harder of zachter? Nee, gewoon play. Dit zijn mannen en vrouwen. Dit komt niet, heel fijn. Welke? Dit liedje? Nee, dit komt niet. Kom dan. Dat hebben ze heel lang geleden hebben ze dat gemaakt. En nu niet meer. Ja. Dus. Heel soms. Maar weet je waar ze wel komen? Ja? In het concertgebouw. Daar heb ik ze gezien. Ja. Ik heb ze gezien. Mag ik je zien dan? En als ik terugkom na een jaartje, misschien neem ik je dan wel mee. Dan moet je dat zo. Ja? Vind je dat een goed idee? Dat is raar. Ik denk dat ze toch. Helemaal klaar voor de reis. Maar afscheid nemen voor een jaar, dat is toch weer wat anders. Maar ik zal er heel hard doorheen rollen. Mag ik 1 traan van je? Zie mooie. Ik ga straks nog wel eens naar. Maar 2 is nog een keer. Kundapura is een klein dorpje in het zuiden van India. De Indiase vrijwilligersorganisatie FSL heeft hier verschillende liefdadigheidsprojecten. Hier kunnen ook buitenlandse vrijwilligers meehelpen. Dit is Praveen en Praveen is mijn coördinator. En met hem zal ik heel veel gaan samenwerken. Dit is Melody en Melody komt uit Frankrijk. En zij blijft voor 2 maandjes op in India. En zij komt ook helpen op het project met de kinderen. En ik ben heel benieuwd. Erg veel bobbels. This is the village, right? Ja. Alle vrijwilligers worden verplicht ondergebracht bij een gastgezin. Maartje dus ook. Maar ze heeft er eigenlijk geen zin in. Namaste. Hi. Maartje. Hi. Jeetje, jongens. Nice house. Really nice. You cook? Oh ja. I can cook. No cooking. What is your name? Maartje. But just call me Maartje. It's okay. Maartje. Maartje. Can you pronounce it? Maartje. Maartje. It's good. Yeah. And your name? Lorin. Yeah. Can I call Lorin? Okay. Yeah, it's okay. No, it's okay. I just want to have light. Nou, dit is mijn kamer. Voor het aankomende jaar. Ze heeft 1 zoon. Die zit nu op school.
En die, die woont hier ook. En haar man, die woont ergens in Dubai. En ze is volgens mij hartstikke blij dat er iemand is. Ze is de hele dag alleen. Haar zoon zit gewoon op school en haar man is er dus niet. Dus ik denk dat ze wel blij is. I know what it is. You know this? You wear them on your feet? In Holland? Ja? Yeah? You can put it on the fridge. And that one too. Thank you. You're welcome. Mm-hmm. You're welcome. Put the fridge? Yeah. No, I will show you. Yeah, you can put it on the fridge. You see this? Yeah. You remember me when I'm gone. You see? Oh ja, Maartje. De volgende dag brengt projectleider Praveen Maartje voor het eerst naar het Djapti-tehuis voor verstandelijk gehandicapte kinderen. Dit wordt het komende jaar haar werkplek. Namaste. En deze man is 3 jaar geleden met het Djapti-tehuis begonnen. Dat was Mr. Kuti. En Mr. Kuti heeft het opgezet. Hij heeft een zoon. Zijn zoon is gehandicapt. Die is doofstom. En 3 jaar geleden heeft hij dit opgezet. Het is een nieuw gebouw, dit. Het is er nog niet zo lang. En toen hij dat opgezet, toen hoorden mensen dat in de buurt, hoorden dat hij dus een tehuis had opgezet voor gehandicapten. Toen brachten opeens heel veel mensen allemaal hun kinderen die gehandicapt waren. Maar die kwamen ze niet meer ophalen. Dus opeens zat hij met 32 kinderen hier. Alleen hij. En als het goed is, is er wel iemand om af en toe voor de kinderen te zorgen. En voor de rest zijn de kinderen hier gewoon 's nachts alleen. En overdag zijn dus de vrijwilligers er. En hij is er af en toe, volgens mij, hoorde ik. Dit is dus het gebouw. Ik denk dat ze doof is. Nee, volgens mij is ze gewoon lekker aan het eten. Hey. Can they hear? Ja, yeah, they can. Hey. Gaat het goed? Ja. Ja, jongen. Oh ja, horloge, wil je mij vol? Ga maar eerst uit de eiten. Uit de eiten hier. What's your name? Sujata. Sujata. Maartje. Maartje. March. 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 Yeah, the month. Yeah. Place it with it. Yeah? Ah. Doe maar. Place it with it. Ja, doe maar om. Moet ik het doen? Ja, yeah, very good. Can you show me around? Hey. What time? Ira do muro. Wando. Wando. Hallo. Hi. Maartje, hoi. Oh, well, in Djapti werken meer buitenlandse vrijwilligers. Probleem is dat ze meestal maar een paar maanden blijven. De kinderen moeten dus steeds aan nieuwe mensen wennen. Oh, this is the bathroom. What then? Muro? Nou kan ook. Anna. Anna. Ah. Hoe? Ja. Hij heeft al in zijn broek geplast. Wacht. Ze is nog geen 10 minuten binnen en ze kan al gelijk aan de slag. Doe maar daar. Goed zo. Doe maar hier. Doe maar daar. Laat maar los. Goed zo, kom maar. Volgens mij draagt hij geen broek. Waar wil je heen? Is this there sleeping here? Hier slapen ze. Goeie. Ik heb geen broek aan. Can I take a trouser? Like. Can I take a trouser? Because he doesn't have one. Gaan we die samen aandoen dan? Gaan we die samen aandoen dan? Goed zo. Oeps, oké. Nu wil ik je wel opdelen. Let me see the watch. Show the. Oh, good. My name? Mm-mm. Maartje. 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 Goed zo. Goed zo. Hartstikke goed, jongen. Dit is volgens mij dus het hele gebouw. En het enige wat de kinderen hier dus doen, ik ben heel benieuwd. Of er een lesprogramma is, of dat er iets wordt gedaan met de kinderen. Geen idee. Maar deze laten in ieder geval niet meer los. And like, do they have any toys to play with? Or? There are some, but they are really little. You can just have a look maybe. I think there's a frisbee in it, and in the box over there, there's some balls, and there's a drum,
But green not toys. Much. That's it. No, I think. That's the only toy you have. This one. En ook in de slaapzaal is het allemaal wat eenvoudig. Ze slapen hier op de matjes. En dat leggen ze waarschijnlijk zelf neer. Do they put it there themselves or what? I'm not sure. I just came here once very early in the morning. And there were some people sleeping on the corridor. De kinderen worden hier gewoon opgesloten. En de volgende ochtend, zodra de eerste vrijwilliger komt, wordt de deur weer open gedaan. Maar de kinderen, die als ze moeten plassen, plassen ze gewoon op het matras. Ach, godzie. Dus er zijn wel nieuwe matrassen gekocht. Maar ja, daar hebben de kinderen allemaal op geplast. Dus die stinken nu zo erg dat ze die dus niet meer gebruiken. Maar dat komt dus omdat hier dus niemand overnacht. Niemand zorgt voor ze als ze hier slapen. Aan het einde van een zware eerste dag moet Maartje ook nog naar de wasserij. Er is iets misgegaan met haar lievelingsshirt. Nou, ik heb mijn was laten doen. Maar toen heb ik een witte blouse niet teruggekregen. En mijn was was kletsnat, maar dat vind ik niet zo erg. Maar die witte blouse wil ik wel graag terug. A bag. A bag. And I brought it here. A white blouse. White blouse. No, no. 120, one piece. Enough. 20, one piece. I paid 110. 21. No, but I didn't take it. I'm not like maybe still hanging outside, huh? Maybe? Maybe. Yeah? Okay. Dan je weet op. Dan je weet op. I will come back tomorrow. You look. Yeah? Good. Maartje heeft vandaag een doos vol verrassingen meegenomen. Maar of de kinderen dat leuk zullen vinden? Nou, ik vind dat ze ruiken nog niet zo lekker. En ik heb even zeep gekocht nu. En dan ga ik ze even extra goed wassen. Nou, ze ruiken heel erg naar urine en naar overgeefsel. En ze zijn allemaal nog niet zindelijk. Ze plassen veel in hun broeken, ze hebben natuurlijk geen luiers aan. Dus de kinderen ruiken gewoon, de urine zit gewoon in hun huid. Dus ik hoop gewoon dat dat zo snel mogelijk eruit kan. Want dan is het ook veel prettiger om de kinderen aan te raken. Daar heb ik nu een beetje moeite mee. Kom maar, kom eens. Ze heeft een slim plannetje bedacht om de kinderen schoon te krijgen. Sit down. What's that? Kulituku. Kulituku? Kulituku. Kulituku. Maybe we have a pants for him? Okay. Watch. Shower? Sign up. Yeah? Just stay with the children. Stay with the children. One more? Yeah. Good. Oh. Come here. Look. Good. Done. Go. Good for you. Be careful, be careful, be careful. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Nog een keer. Klaar. Finished, ja? Done. Klaar. Klaar. Helemaal schoon. Sinds de komst van Maartje waait er een frisse wind door Djapti. En dat is misschien wel nodig, want het tehuis heeft ook zo zijn geheimen. Nou, gisteren heb ik even met een meisje gesproken die er ook al lang vrijwilliger was. Vrijwilligster was. En zij vertelde me dat er vroeger wel een helper was. Dus een schoonmaakvrouw. Ze sliep in een aparte ruimte. Maar zij is blijkbaar verkracht door de buurman. En dat is gewoon of die buurman of die buurman. Dat weten ze niet. Of dat wordt niet gezegd.
En die heeft haar bedreigd dat als zij het zou vertellen, dat hij haar zou vermoorden. Toen is ze daarvan, als het goed is, als ik het verhaal goed begrepen heb, zo van overstuur geraakt dat ze zelfmoord heeft willen plegen. En toen is zij hier gevonden op de grond door andere vrijwilligers 2 maanden geleden. Met een hele fles petroleum had ze opgedronken. En toen hebben ze haar net op tijd naar het ziekenhuis kunnen brengen om haar nog te redden. Maar zij komt dus niet meer terug. Dus ze blijft hier dus nu ook. Daarom blijft er ook niemand 24 uur hier. Omdat je als vrouw zijnde alleen hier slaapt. Ik denk op zich dat het wel prettig was geweest dat ik dat even van tevoren had geweten. Ook de andere vrijwilligers willen meer weten over de verkrachting. Onder leiding van Maartje gaan ze naar projectcoördinator Pravin. I heard from Marijke some strange stories about Japti. We were told that there used to be another woman. And that she committed suicide. She attempted to commit suicide, but now she's back in her home. Yeah. No, I know, but Marijke told me that something really bad happened to her during the night. And I think that even if it's not true, it doesn't matter for me because it's a horrible story anyway. I don't think that a volunteer should be alone on Japti. I don't find it safe. And I think I should have known this before too, and Melody too. Mm-hmm. These are important things to tell before and not after. That's all. Dag 3. Maartje heeft inmiddels door dat ieder kind zo zijn eigenaardigheden heeft. Ze heeft blijkbaar vannacht haar handen volgesmeerd met uitwerpselen. En zodra ze dat op zijn handen heeft, wil ze het er heel graag afhalen met zand. En smeert ze zichzelf dus helemaal onder. Dus zo tref je haar elke ochtend aan. En zij zit nu nog helemaal onder de uitwerpselen. We laten er eerst even wat rustig zitten, want als ik nu... Ze kent mij nog niet zo goed. Dus als ik haar nu meeneem naar de douche, dan wordt het een drama. Uiteindelijk accepteert Nirmala de wasbeurt. Maar zij is niet de enige die een hekel heeft aan wassen. Chitra, kom. A little bit shower. She has to. Chita. Ja, you. Ja. Dan doet Melody maar een poging. En met succes. Ja, nou, nu doet ze het uiteindelijk dus toch. Als ik maar niet kijk. Nu Nirmala is gewassen, moet ze natuurlijk wel schoon blijven. Daar hebben ze in het Japti-tehuis wel een manier voor. This is, I don't like. She's tied up right now, and I don't like that. She's not gonna be tied up. Oh, but she smells really bad right now. Yeah. Can you give me the rope? It's okay. It's okay. Ja, wacht. Ik ga haar niet vastbinden. Ja. Yeah. Better? No tying up. I will clean her then. But no tying up. Oh, yeah? Yeah? Kom. Na een paar dagen in het tehuis maakt Maartje de balans op. Nou, toen ik hier voor de eerste keer binnenkwam, schrok ik echt wel best. Nou ja, goed, hopelijk kunnen we dat nu, omdat ik wat langer blijf en Melody blijft ook wat langer. Kunnen we nu een klein beetje wat structuur aanbrengen op school, zodat de kinderen ook iets meer uitdaging krijgen, iets meer kunnen leren. En waardoor het voor de kinderen ook wat leuker wordt om hier te zijn. Nirmala kan genieten van haar nieuw verworven vrijheid. Helaas moet Maartje daarvoor de tol betalen, want Nirmala heeft inmiddels weer kans gezien zich van onder tot boven in te smeren. Belofte maakt schuld. En dus moet Maartje deze keer de stront eraf schrobben.
Na een zware dag wordt Maartje met open armen ontvangen door haar gastgezin. Maar de Indiaanse hartelijkheid wordt haar soms een beetje te veel. Ik krijg nu al de kriebels, zeg ik. Omdat ik gewoon eten wordt voorgeschoteld. Ik heb geen zin, ik heb geen honger. En nu moet ik dus eten. Ik snap dat het uit beleefdheidsvorm is, dus ik zal het ook wel doen. Maar... Na een dag hard werken vind ik het heerlijk om eventjes alleen te zijn. Even niemand om me heen, niet dingen te moeten doen, niet rekening te houden hoeven met anderen. Ik zal het nog wel moeilijk gaan vinden, ja. Ja. Straks in aanpakken en wegwezen krijgt Maartje grote problemen met de eigenaar van het tehuis. Als wij er niet zijn, ja, dan is er ook iemand die geslagen is door mijn poesie, ja. Maar Mr. Kuti heeft geen problemen met lijfstraffen. He is not obeying me. Twee maanden later. Maartje heeft inmiddels een brommer gekocht en rijdt nu elke dag samen met Melody naar het Japti-tehuis. De kinderen zien er veel frisser uit. Ze worden niet meer kaal geschoren vanwege de luizen. En zelfs eigenwijze Chitra luistert nu naar Maartje. On the floor? Wa? Come on, Ila. Come on. Not on the... Come on. Ja, yeah, Melody too. Yeah. Very good, girl. Hello, good morning. Today it's Monday. And we go back to Jeopardy. Hello, good morning. Chitra. Very good. Yeah? Yeah, zal ik idee. Maartje heeft zelfs een alternatief communicatiesysteem ontwikkeld. Melody, Suvi, Naomi en Maartje, go have a drink. And you guys are gonna wait. And what are we gonna do after? What's this, Pavan? Very good, Arun. Yoga. We're gonna do yoga. Yeah? Shall we start? Up! Aito! Oké, Chitra. Slana? Ze heeft in de tussentijd een inzamelingsactie gehouden onder vrienden en familie in Nederland. Met het geld heeft ze een compleet nieuwe inventaris gekocht. Kleurboeken. We hebben de stereo hebben gekocht voor muziek. We hebben puzzels heb ik gekocht. Voor de kinderen. En we hebben nog een andere kast gekocht, want alles moet hier achter slot en grendel. Ja, omdat je dat gewoon na het weekend zijn er gewoon de spullen weg. En we weten niet door wie, ook kleding, weten we niet door wie het wordt meegenomen. We hebben nu deze dozen gekocht, waar de speelgoed van de kinderen in zitten. En we hebben nu een heel programma, een heel dagprogramma, waar de kinderen nu een beetje aan gewend aan zijn. En dat proberen we nu te volgen. Ja, ik denk dat de kinderen wel een stuk blijer zijn. Don't you think that the kids are a little bit happier now? Yeah, yeah. Voorheen was er gewoon helemaal niks. Er was geen speelgoed, er was geen programma. De kinderen, alles liep door elkaar heen. Ila! Ila! Pavaan. Pavaan, bunny, bunny. Yeah. He's gonna try it again. Yeah, but it's closing. Nili. En de nieuwe spullen missen hun uitwerking niet. De kinderen kunnen niet wachten tot de les begint. Als de ene groep kinderen bezig is met activiteiten, kan de andere groep worden gewassen. Ook kleine Pavaan. Pavaan, Bonnie. Maartjes oogappel. Kutukuili? Kutukuili? Oh, Pavaan! Pavaan! Ila! Wacht even. Nee. Goed zo! Very good. Very good. Wat heb je? Ben je verkouden, schatje? Ben je verkouden? Aito. Aito. Tanden poetsen nog? Maartje dan? Samen. Oh, Janakiti! Ila, Ili. Zal ik je even helpen, jongen? Hij is trots als hij zijn kleren aan heeft.